Yo, kijkers van Doofy Games en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van die Hunger Games, oftewel Blit Survival Jesse Games, want Jesse is er. Moet dat? Ja, nou, een beetje. Oké, sorry. Sta je voor het bord of ga je mij een party gooien? Hoe gaan we dat doen? Ik invite je wel. Yay! Ik wacht. / party accept element. Wat heb je ook een naam, jongen, als ik me zo zie? Zo! Oh. Dat is makkelijk, toch? You haven't been invited for a party of it is expired. Oh. Ik denk dat je het niet goed intypt dan. Is het niet hoofdletter gevoelig? Misschien. Ah ja, jawel. Lollet. Dan wil ik weer een paar rechts achtergelaten over een eu.mcgamer.net. Dat schijnt dat daar leuke Hunger Games op zit. Nou, dan moeten we dat binnenkort maar eens even gaan checken. Jesse, welke gametype ben je gejoined? Oh, gelukkig. Kellen's Tower, dacht ik. Ja, ik dacht even dat je voor de troll... Ik nou Cellium ging joinen, want dat is echt mijn map die ik echt zo erg haat dat het... Daar verlies ik altijd op. Goed, doen we de volgende keer dan wel. Nee! Je bent een button voorbij gelopen. Oh ja, in de map Mitro, daar moet ik eigenlijk nog ergens weer naartoe, Jesse, want daar ben ik een button voorbij gelopen, schijn. Buttons doen toch helemaal niks? Nou, jawel. Ja. Sommige buttons zitten serieus gelinkt aan redstone, maar het lijkt me sterk als hij aan een boom zit dat hij dan wat doet, weet je. Ik bedoel, als hij aan een boom zit dan doet hij volgens mij niks. Nee, lijkt mij ook niet. Oh ja, in de vorige video bij de 10 minuten 5 deed ik... Arr, ik ben een piraat, omdat ik bij een piratenschip was. En dat dan mensen meteen die tijd erbij zetten, ja, dat is echt... Oh. Is Optifine een mod? Ja, Jesse, is Optifine een mod? Nee. Wel. Wat typen. Heb je niet eens een donatorrank op deze server, Jesse? Nee, natuurlijk niet. Je hebt altijd donatorranks, overal. Ja, dat doen we. Laten we dat nou eens even niet doen, hè? Ik heb een zwaard, jij niet. Nee, dat klopt. Ja, als jij mij gaat aanvallen, dan krijg je het ook echt. Ik? Nee, de een of andere gast, Tobuscus of zo, valt mij aan zonder wapen. En ik heb een soort net uit de kist gehaald. Dat zou maar de echte Tobuscus zijn. Of ken je die niet? Dat was een microfoon mute van Jesse. Ik doe het wel weer alleen, joh. Laat me maar in de steek. I can handle this. Goed, nou dan gaan we even deze kist gewoon looten. Ik wil... Zijn we weer? Oh, boe. Ik was bijna doodgek. Jammer. Holy dang it. Oh, wow. Waarom bijna? Ja, ik had echt heel low HP, maar dit was echt... Oh, die zit. Waarom zetten jullie niet meer door? Waar zit ik niet meer door? Dood. Ben jij een vuile misgunner, jongen? Echt. Oké, okay, ik moet weg. Jesse, help, waar ben je? Ergens in die toren. No, hij heeft een boog. No. Ah, oh, nu ben ik dood. Let op. Anderhalf hartje. Nog meer. Jesse, help. Ik wil niet teamen. Ik zit in die toren. Ja, dan kom je eruit. Er zit die hele goede spullen. Nee, ik ga dood. Jesse, alsjeblieft. Als ik nu eruit ga, dan spring ik naar beneden en dan ben ik dood. Dus daar heb je ook niks aan. Oké, okay, hij zit nu achter me aan. Ik ga gewoon rotte fles zitten. Je bent deze toren ingegaan? Ja, helemaal bovenin zo ongeveer zit ik. Om mijn wee. Kom je überhaupt... Oh, ik kan... Oh, wat... Ja, het is een hele crappy kuttoren. Het is helemaal bovenin? Nou, ik ben ergens halverwege naar de zijkant gegaan en toen weer omhoog. Oh. Nog een paar keer omhoog. Oké, het zal wel. Zit je helemaal vol met allemaal chests. Laat dat voor mij over. Geen team, hè? Dus die chest mag wel wat random shit hebben van me. Nou ja, weet je wat het is? Ik sla je niet, maar ik ben gelukkig leef ik nog, want die kerel had me echt bijna dood. En je bent denk ik net iets te ver omhoog gegaan. Echt? Ja. Nou ja, heb ik hier in ieder geval chest nog met spullen. Jammer. Zo kan je het ook weer zien natuurlijk, hè Jesse? Hè? Nou, zo. Donator die dood is gegaan. Ja? Ja, yes, dat is een MVP. Die moeten sowieso uit de game, want die zijn zo OP vergeleken met gewone spelers. Ja, natuurlijk. Oh, ja, dat heb jij. Rustig aan. Godzame zeg. Ja, ik ben op het moment gewoon een beetje argwanend, oké? Okay? Wanneer heb ik ooit tijdens een Hunger Game potje jou ineens aangevallen voor no reason? Laten we dat anders verwoorden. Waarom zou ik nu een reden hebben om het te doen? Omdat je me haat. Seems legit, toch?
Ja, vrij legit. Ben je hier al geweest? Ja, je bent echt letterlijk overal geweest, vriend. Ja? Kijk, ik kan het nu ook doen omdat je aan het opnemen bent. Echt? Wat de fuck doe jij? Flikker? Wat ging je maar slaan, jongen? Nog ga je eraan ook. No! Jij bent echt een klootzak, jongen. Ik was niet van plan om je te vermoorden. Noen, jij valt me aan. Dit schendt mijn vertrouwensband in jou, Jesse. Dan moet er wel eentje om mee te beginnen. Daar zit ook wat in. Dit ging te ver, Jesse. Ik vind... zeg sorry tegen mijn kijkers. Jesse? Nee. Jesse? De kijkers zijn het er helemaal mee eens dat ik dit heb gedaan. Oké, daar gaan we achterkomen, jongen. Daar gaan we achterkomen. Jongens, als jullie Jesse zijn nummer weer... Hey, niemand heeft wel serieus ernaar gebeld, hè? Wist je dat? Dat vind ik knap van ze. Ja. Ik had hem nog aan de telefoon. Heel aardig gast was het. Ja, wie was het dan? Henk. Oké. Ik weet niet waarom, maar altijd als jij meedoet met dit soort video's, wordt het altijd heel, heel raar. Ja. Dylan is er in ieder geval niet, dat scheelt alweer een beetje. Ja, dat is zo. Ben je nou dood of wat? Nee, nog niet. Pak weer even een kill. Oh, ik ben dood! Nee! Oh my god, jij is gewoon nog potje? Nee, waarom niet? Oké. Okay. Gaan we naar lobby. En jij moet de game joinen. Ja. Oh, die kinderkerel had een Enchanted Sword en Iron Gear. Dat is echt... Oh. Diffie, je moet voor de Blitzstar gaan naar Lucky Charm. Die geeft je 600 XP, dus ongeveer 7 levels. Dan kun je je gear helemaal enchanten. Ja, maar ja, een Blitzstar die kan in elke game zitten. Wacht eens even. Jesse, join jij ondertussen maar een game, hoor. Ja, ik heb al een queue gejoind. Oh, welke dan? Zie je dat niet? Ben je niet uit de game gegaan? Ik zit gewoon nu nog gewoon hier in de lobby. Oké, nou dan zou je er als het goed zo in moeten komen. Oh. Maar... Kijk, de teleport doet de nearest player en doet 20... Oh, je kan wel hele sterke blitzdingen kopen, man. Natuurlijk. Wauw. Kost alleen ongelooflijk veel. Start de fireball apocalypse. Die is zo vet. Ja, ik heb er wel genoeg punten voor om iets te kopen. Dragon Bats, is goed. Fireballs, attack your enemies. Hoe lang moeten we nog wachten, Jesse? Geen idee, Kalium doet even voordat je daar een map gevonden. Nee, die heb je toch niet gekocht? Nee. Oh no. Dus Jesse, vertel eens een verhaaltje aan de kijkers. Moet dat? Ja. Nou, een leuk verhaaltje over Dylan toen hij nog op mijn server speelde. Dus die admin bij ons. Was ik 's middags offline gaan. Kom terug, ik zie je op Skype. Jesse, we hebben een klein wolprobleempje. Log in op de server, had Dylan het voor elkaar gekregen om de halve server in wol te veranderen. Heel leuk werk om dat te verbeteren. Ja, daar was ik ook nog blij toen dat gebeurde. Eens even kijken. 3-2 docs. 3-2, oké. Daar zitten we er nu in. Ik hoop dat er geen MVP is meegenomen. Wie is Duffy? Krijg ik ineens in de... Oh, server found running. Alien Tower. Huh? Maar we worden niet getp'd. Lol. Zie je, broer, okay. Jij loopt door die game op te fucken. Hij moet toch iets doen? Nee. Maar Jesse, ik heb net gewoon een Nether of een Lucky Shot. Nee, ik heb net een Blitzstar. Welke Blitzstar heb je gekocht? Ja, dat ik een assassin ben, dat ik de dichtstbijzijnde persoon toetip en dan doe ik hem 10 hartjes damage. Jezus. Dus ik kort nu net een one hit dood, terwijl mensen zeggen ik moest Lucky Charm doen, dan krijg ik XP, maar ja, ik heb toch liever dit. Ja, dan kun je gewoon bijna iemand instantly. Nou, je hebt maar 10 hartjes. Ja, maar als die iets van armor heeft. Ja, maar je doet 10 hartjes damage, dus... Ja, maar je killt hem niet. Dat niet. Nee? Nee, 10 hartjes damage wordt natuurlijk nog armor afgehaald, hè. Wat een kut ability. Nou, het zal waarschijnlijk nog, als iemand vol armor heeft, zal hij waarschijnlijk alsnog 8 hartjes kwijtraken ofzo. Ja. Nog even of, twee tikken en is die dood. Of het gaat de hele tijd tik. En ondertussen regen net een half hartje, waardoor je een half hartje overhoudt. Ja, kan ook. Daar gaan we dan. Nou, ik zal dit keer niet proberen je te vermoorden. Ja, dit keer mij niet aanraken, Jesse. Mag ik wel naar je kijken of dat ook niet? Nee.
Je mag naar de video kijken, Jesse. Niet naar mij. Beetje jammer. Dit is zo raar. Dit is echt... Nee. Mag ik wel naar je kijken? Nee. Kan toch niet? Ik heb een soort. Ik heb nog helemaal niks, want ik ben meteen weggerend. Want ik weet hier waar een chainbody ligt. Spant alles elke keer op exact dezelfde plek? Nee, maar een kijker heeft me ooit verteld dat in de boot zit een chest. En daar spant altijd een chain chest. En dat klopt. Ja, zo'n kerel wou hier ook naar deze boot. Toen springt hij het water in, waardoor ik nu de chest heb. Nou, dat is mooi toch? Oh, een dubbele chest. Nice. Een dubbele chest als dubbel chestplate, hè? Niet als chest van dubbele items, maar... Kijk, nou wat joh, er zit nog een heel gebied achter. Ik ben hier nog nooit verder gelopen. Oh, wauw. Jesse goes... Ik ga meestal naar één kant op deze map en daar blijf ik ook. Ja, maar... Ja. Je kan als goed is ook een stuk naar... Ja, voor mij kun je ook nog een stuk naar buiten, toch? Nee, nou laat maar, dat is voor mij een andere map. Yes, stone sword. Yes. Kijk, een full armor setje. What the heck? Jij hebt een mooie kill, Aura. Denk ik. Dood? Nee, is in ieder geval een teamer. Dat is het enige wat zeker is. Er is hier een teamer. Ik heb nog 2,5 hart. Ik sta recht boven je aan de waterval. Ze zeggen, spring naar beneden. En ga vechten. We zijn er. Nou, je ziet wat achter me aan zit. 2 hartjes. Yes, heb hem. Jezus. Pas op, zit iemand nou met een boot uit te schieten? Ik ben dus ook voor aan het wegzwemmen de hele tijd. Jezus, hij is een Nightstone soort 7. 7? Ja, hij heeft 7 enchant erop zitten. Wat? Belachelijk. Eigenlijk zijn we nou een team, hè? Je hebt mij hiermee geholpen. Ja, dat is dan jammer. Die keer in het water nog zitten om mee te schieten, joh. Auw. Laat ik hem jou gewoon killen. Wat? Ga ik er vandoor. Nee, help! Jesse, jij kan het nu van achter kan je pakken. Ik ga eerst even wat cookies eten. Dat ik kijk, iemand anders pakt hem al van achter. Kijk dan. En dat is mooi. Dan hoef ik het niet te doen. Ik zit hier boven in die waterval. Ik wacht wel even tot de fight voorbij is. Wat? Oké, hij heeft een kill aura, Jesse. Pas op. Eraan. Hij heeft een kill aura. Ja, maar hij pakt je dan ook van achter. Pas op. Hoeveel HP heeft hij? 10. Dank je. Oh! Motherfucker. Nu gaat het nog wat in de deathmatch. Sowieso zijn wij twee tegen elkaar, joh. Ja, en ik krijg alle leuke items van iedereen die ik doodmaak. Pak je het toch wel aan. Hoe kom ik weer terug boven? Dat is niet mijn probleem. Ik heb gewoon serieus 3 gold legs setjes in mijn inf. Ja, ik ook fucking veel items. Ik heb wel een stone sword met 4 enchants of zo erop. Ja, maar... Ja, wat voor enchants zitten erop dan? Geen idee, ik zal zo even kijken. Ik zit nu in de waterval. Als ik nu iets anders ga doen, dan... Nou, kan gewoon. Nou, de deathmatch komt er zo wel aan. Ja, dat heb ik echt zin in met jou. Jij gaat wel van een normaal soort gebruiken, gek. Nee. Ja, dat ding eerlijk gevonden. Oh nee. Ik heb ook een bow. Ja, maar een heel armor set. Want over 20 seconden gaan we toch de derde. Een breaking. Oh, alleen dat. Ja. Ook dacht sharpness en knockback, een breaking, flame, noem maar op joh. Niet zo flamen. Ik heb niet eens genoeg om te kunnen enchanten, moet je nagaan. Ik heb sowieso 0 XP, ik heb maar 1 kill gemaakt. Ik heb er 2. Oké, daar gaan we dan. Jij mag tegen hem gaan vechten, ik wacht hier maar in een hoekje. Allemaal in een hoekje gaan staan. Oké, good luck. Zo, hij heeft 4k kills. Oké, dat wordt leuk. Ik ben dood. En ik heb gewonnen. Yeehoe! Ik heb die warrior gekilled. You earned a total of 5 experience. Oké, ik heb iets van
5 XP gekregen? Ja, ik heb 2 XP gekregen. You are two noobs. Nou ja, dan ben ik maar lekker noob. Mensen, ik heb gewonnen op een... Ja, kijk, dit is dus een beetje half teamen, half niet teamen. Een beetje helpen. Maar goed, mag ook wel voor een keer. Mensen, bedankt voor het kijken. Vond je het leuk, vrienden? Maar like achter te laten. Wil je meer, Jesse? Laat even weten als ik volgende keer meedoe of ik Guido gewoon dood moet laten gaan. Of dat ik hem daadwerkelijk moet helpen. Ja, en of ik zou zeggen, laat doodgaan. Als Jesse vaker mee wil, laat ook even weten in de reacties. En dan zie ik jullie morgen weer, mensen. Later. Jesse, zeg even later. Later.